Op de volgende filmpjes die we voor u opgenomen hebben, kunt u een hondje zien en die heet Binky. Dat is een cavalierkindje als spaniel en die is, even kijken, 7 jaar en 11 maanden oud. En het hondje is aangeboden met verlamming van zijn beide achterpoten. En het hondje werd onderzocht. En we hebben een CT-scan gemaakt van zowel zijn wervelkolom als zijn hals. We hebben ook een MRI gemaakt. En daar bleek dat hij in dat onderzoek een heel groot deel had van het ruggenmerg wat zich afwijkend toonde. En wat een heel hypo-intens signaal geeft. We weten niet precies wat het hondje nou heeft. We kunnen aan een aantal dingen denken. Toch mogelijk een hernia of een aandoening die we noemen syringomyelie. En we hebben besloten het hondje te behandelen met medicijnen. En het was heel onzeker of Binky wel of niet zou herstellen. En in de komende filmpjes kunnen jullie zien hoe het beeld in de loop van de tijd toch veranderd is en zich herstelt met alleen medicatie.